Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 5 september. Er is veel bewolking in het westen van het land en daar regent het ook langdurig uit. In het noorden en oosten zijn juist flinke zonnige perioden. En daar is de temperatuur dan ook mooi opgelopen. Lokaal is het al 25 graden. Maar kijk u eens naar de raderbeelden van vanochtend en ook nog van vanmiddag. Een dikke pluk met neerslag trok over Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. En dat leverde lokaal meer dan 100 mm water op in zo'n 5 tot 6 uur tijd. Met name in de omgeving van Woerden en Boskoop werd er meer dan 100 mm water afgetapt. En nog steeds is het daar niet helemaal droog. Dus er komt nog wat meer bij. Is ook goed te zien, die zwart-rode pit. Dat is het gebied wat al het zwaarst is getroffen door de neerslag en waar nu nog steeds neerslag bij komt. Ook in Noord-Holland vallen dus nog diverse buien vanmiddag en in het zuiden van het land kunnen er later vanmiddag weer een paar buien tot ontwikkeling gaan komen. Maar zoals gezegd in het oosten van het land, ja, daar is het juist erg warm geworden omdat daar flinke zonnige perioden zijn en de temperatuur is daar opgelopen tot ruim 25 graden. Nou vanavond, dan is het ook nog lang zacht. Met over het algemeen temperaturen tussen de 20 en 22 graden. In het noorden en oosten zijn de meeste opklaringen. In het westen, daar vallen toch nog wel een aantal buien. En ook in het zuiden is die kans op buien, sommige ook met onweer, nog steeds vrij groot. Vannacht. Dan daalt het kwik naar zo'n 14 tot 17 graden. Er zijn wolkenvelden en wat opklaringen. En lokaal valt er nog een bui. En naarmate de nacht vordert, neemt de kans op buien weer toe. En dan krijgen we morgen opnieuw te maken met een bewolkt weerbeeld en ook een buiig weerbeeld. Maar waarschijnlijk wel dan in heel het land. Dus ook in het noorden en oosten kunnen er in de loop van de dag een aantal buien gaan vallen. Er is kans op onweer en de wind die draait naar het noordwesten. Die wordt dan overwegend matig. Aan zee trekt de wind later op de dag ook aan en wordt die vrij krachtig. Dat is windkracht 5. Wat de temperaturen betreft, nou, voor de buien uit zou het in het noorden en oosten nog ruim 20 graden kunnen worden, maar geleidelijk aan komt er steeds koelere lucht vanuit het westen binnenschuiven en dat betekent dat de maximumtemperatuur in de middag zo tussen de 19 en 21 graden ligt. Ja, en de dagen erna blijft het weerbeeld toch wisselvallig. Ik denk wel dat er met name ook op vrijdag weer wat meer zon is, maar een enkele bui blijft ook zeker mogelijk. Temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Dat geldt eigenlijk ook voor het weekeinde. Nou, zondag kan er misschien nog een graadje bij komen. Maar ook dan valt er nog wel een enkele bui. En als we dan ook nog even naar de 15-daagse kijken. Dan zien we dat de trend voor volgende week wel weer iets oplopend is. Maar ook dat er vrij veel onzekerheid zit op die dagen. In het tweede deel van volgende week. Want die grijze marge die is vrij groot. En dat betekent dus dat die temperatuur nog lang niet zeker is. Mijn naam is Remon Klaas. Voor uw plaatsen. Ik wens u nog een hele fijne dag.